Mocht mij ooit iemand gezegd hebben dat ik mij kandidaat zou stellen voor een verkiezing als deze, het hele parcours zou afleggen en hier uiteindelijk voor jullie zou komen te staan, zou ik echt eens goed gelachen hebben. Maar dus, hier sta ik dan. Kandidaat VN Jongerenvertegenwoordiger voor Duurzame Ontwikkeling. Een heel fancy titel voor wat eigenlijk maar een kinderdroom is van velen. De droom voor een betere wereld. Ik herinner mij een bepaald moment in het vijfde of zesde leerjaar wanneer wij in de computerklas een filmpje bekeken van de 12-jarige Severn Suzuki die een speech bracht op de klimaatconferentie in Rio de Janeiro in 1992. Met mijn hand op mijn hart durf ik zeggen dat die 9 minuten mijn wereld en de blik erop veranderden. Ik sprak al over mensenrechten van voor ik wist wat ze waren. Ik ging de wereld veranderen en was ervan overtuigd hier ook in te slagen. En toen zag ik dit meisje die dit ook wilde doen. Een jong meisje met migratieachtergrond zoals mezelf smeekte de staatshoofden: "If you don't know how to fix it, stop breaking it." Het voelde alsof we iets deelden en het gaf mij het vertrouwen dat als zij het kon, ik het ook kon. Maar er werd me toen gezegd dat ik mocht dromen, maar rekening moet houden dat ik de lat voor mezelf niet te hoog legde. Gelukkig ben ik iemand die bij het krijgen van een nee het als een uitdaging ziet om zich te bewijzen. Waarom zou ik niet hoog mikken? Waarom werd er mij zelfs afgeraden om hogere studies aan te gaan, omdat statistieken niet veelbelovend waren voor jongeren met een migratieachtergrond? Waarom schrikken sommige oud-leerkrachten wanneer ze horen dat ik het goed doe? En wanneer ze horen dat ik naast mijn studies ook erin slaag om een maatschappelijk engagement op te nemen waar je u tegen kunt zeggen? Toen ik verkozen werd als voorzitter van de overkoepelende studentenraad van de Vives Hogeschool, had ik als eco-mannetje 2 missies om mee te beginnen. Het eerste was de plastieke bekers van de waterfonteintjes die op onze campus rondslingerden, bannen. En het tweede was een oxamautomaat kopen. Uiteraard stond onze school hier niet voor te springen. Dus vroeg ik het duurzaamheidsbeleid aan, die ik op de academische raad voorlegde als heel mooi in theorie, maar in de praktijk geen realiteit. Daarom stelden we met de studentenraad voor om drinkbussen aan te bieden voor een schappelijke prijs van 2 euro. Deze kleine ingreep zorgde voor een gedrags- en mentaliteitswijziging, omdat ik de reden hiervan ook meedeelde aan mijn medestudenten. Een Oxxam-automaat kreeg ik niet, maar ik kreeg wel de toestemming om een Oxxam-winkeltje open te houden. Het was veel goedkoper dan de snoepautomaten op school en daarbovenop leerden de studenten ons als studentenraad kennen. Het winkeltje werkte dus heel drempelverlagend en we kregen er via deze weg nieuwe leden bij. Enkele maanden later was ik aanwezig op het groot onderwijsdebat in Rustelaar, waar professor Duik, cognitief psycholoog, het feit dat België enorm laag scoort op vlak van gelijke onderwijskansen niet problematisch vond. Ik citeer: "We moeten ons focussen op de jongeren die wel slagen in hun studies." Omdat ik me moet houden aan mijn tijd, zal ik hier niet dieper op ingaan. Maar waar ik wel op wil ingaan, is het panelgesprek achteraf. 5 blanke mannen, onderwijzers in ASO-scholen, 50-plussers, waren de woordvoerders van dienst van het Rustelaars onderwijs. Ik heb daar 3 vierde van de tijd met mijn wenkbrauwen gefronst gezeten en had tegen het einde van het panelgesprek een hele lijst opmerkingen opgeschreven. Tijdens de vragenronde kwamen er heel veel positieve opmerkingen, maar geen enkele feedback. Dus stond ik recht en vroeg ik hen beleefd waarom de jeugd geen stoel had gekregen. Ik wilde hun visie en hun mening horen over de onderwijshervormingen die er in Rustelaar binnenkort zitten aan te komen. Het is zij die de verandering moeten ondergaan en zij die zich zullen moeten aanpassen. Het zou een automatisme moeten zijn om hen het podium aan te bieden. Vaak worden er zaken beslist voor de jongeren, maar zelden met de jongeren. Dit getuigt van een generatie die onze meerwaarde aan het publieke debat onderschat. Ik kreeg een applaus van het publiek, maar ik voelde me allesbehalve trots. Jongerenparticipatie zo te niet doen op een event als deze was voor mij even absurd als iemand uitnodigen en geen micro of podium voorzien. Dergelijke voorvallen stimuleren mij om het voortouw te nemen.
Wij als jongeren, wij moeten onze plaats meer opeisen in het publieke debat. In plaats van te wachten tot ze onze mening vragen. Wij zijn niet louter decoratie waar een beleid mee kan uitpakken, al durven ze ons soms daar wel voor inschakelen. Wij zijn volwaardige burgers van de samenleving die morgen het roer zal overnemen. Onze mening en onze dromen en onze plannen doen ertoe. Het is jij en ik die bepalen hoe de wereld van morgen er zal uitzien. Door stil te staan waar we winkelen, hoe vaak per week we vlees eten en of we water drinken uit een plastic fles of een drinkbus. Het is onder andere op deze twee momenten dat ik besefte hoe belangrijk studenten en jongerenparticipatie wel niet waren en wat voor een meerwaarde het kan bieden aan een organisatie. Zoals de Vlaamse Jeugdraad druk en invloed kan uitoefenen op het Vlaams beleid, zo kan een studentenraad ook en druk uitoefenen op een schoolbeleid. Het is ook dan dat ik besefte dat ik als vrouw met migratieachtergrond wel een voorbeeld kon zijn voor anderen. Mijn individuele verantwoordelijkheid begon toen te groeien en groeit nog steeds sindsdien. Ik besefte dat ik iets kan veranderen aan de wereld en ik kan het zelfs bewijzen. Zo werd mijn campus geleidelijk aan duurzamer dan de dag dat ik daar voor het eerst kwam. Ik ben een van de naïvelingen die gelooft dat als zij iets verandert aan haar gedrag, ze tenminste één iemand kan inspireren hetzelfde te doen. Wij hebben nog ons hele leven voor ons en het is onze verantwoordelijkheid, en ik meen dit hoe hard als ik het zeg, het is onze verantwoordelijkheid om druk uit te oefenen op een beleid wanneer ze beslissingen of plannen maken over onze toekomst. Ik ben niet van plan toe te zitten kijken hoe mijn leven wordt ingedeeld. Ik ben ook nooit iemand geweest die zomaar alles aannam als waarheid, zonder zich vragen daarbij te stellen en haar bronnen te driedubbel checken. Ik steek mijn handen uit de mouwen en wil mijn kinderen op een wereld zetten die ze waard zijn. En daarmee bedoel ik niet een wereld die alle problemen al verholpen heeft. Ik denk dat we allemaal weten dat de schade die we al hebben aangebracht te groot is om die onmiddellijk te verhelpen. Ik heb het over een wereld met een kritische en bewuste staatshoofden die beslissingen nemen voor de belangen van de burgers. Een wereld die streeft naar verandering en bereid is samen te zitten en te brainstormen en die niet bang is om de vinger op de wonden te leggen en te zeggen, daar hebben we gemist en daar moeten we ingrijpen. Hoe de wereld van morgen eruit ziet, ligt dus in onze handen. Een kleine aanpassing in ons gedrag kan een groot impact hebben op een maatschappij die veiliger, eerlijker en duurzamer is voor iedereen. Het is dan ook mijn verantwoordelijkheid als vertegenwoordiger van de Vlaamse jeugd jullie stem over te brengen aan de beleidsmakers. Wij beslissen over onze toekomst, want onze generatie is er een van de huis. Onze tijd is aangekomen. Dankjewel.